Als ik terugdenk aan hoe ik als klein kindje dacht over het beroep van leerkracht, dan dacht ik, ja, die mensen moeten vooral goed voor de klas kunnen staan, goed met kindjes kunnen omgaan, en daar stopt het eigenlijk een beetje bij. Nu, door zelf leerkracht te worden, heb ik wel gemerkt dat dat niet helemaal het geval is. Je hebt veel meer nodig om een goede leerkracht te zijn. Bijvoorbeeld het organiseren van, van uitstappen, van klasdagen, dat soort zaken, is voor mij persoonlijk een heel grote uitdaging. Je hebt daarnaast uiteraard nog steeds het lesgeven dat je ook goed moet kunnen doen. Je moet leerlingen kunnen begeleiden. Niet alle leerlingen voelen zich altijd even goed. Ook daar moet je ze in kunnen ondersteunen. Je hebt um, ouderavonden waar je soms berichten moet brengen aan ouders die niet zo fijn zijn. Ook daar moet je eigenlijk mee leren omgaan. Dus dat zorgt er wel voor dat de job van leraar heel uitzonderlijk is op dat vlak. Je moet heel veel verschillende zaken tegelijk goed kunnen doen. Ook je leerlingen zorgen er uiteraard voor dat je steeds flexibel moet zijn. Als je 's ochtends vertrekt, weet je nog niet zeker wat dat je dag gaat brengen. Je kan een les voorbereid hebben en daar aankomen en dan is er de les daarvoor in een andere klas iets gebeurd waardoor dat je eigenlijk je les niet kan geven en dan moet je je aanpassen en ervoor zorgen dat je voor de leerlingen die voor jou zitten eigenlijk de beste les geeft.